Vandaag ga ik 100 dagen overleven als wolf in Minecraft. Ik moet als wolf zoveel mogelijk mobs killen om te upgraden naar het volgende level. Lukt het mij om de sterkste wolf ooit te worden? Je ziet het in deze video. Ik ben op dit moment dus een babywolf, zoals je kan zien. En ik heb hier ook een vriend bij me. Dit is mijn vriend, denk ik. Dit is ook een wolf. En ik moet dit pad volgen. En ik moet dus konijnen killen. 10 om precies te zijn. Maar die andere wolf heeft me al flink geholpen. Want die heeft er al een heleboel gekild. En ik moet er nog eentje. Bam! Hoppakee! Vandaag moet ik dus zo'n groot mogelijke wolf zien te worden. En ik heb er super veel zin in. Ik moet dit pad volgen. Oké, waar gaan we uitkomen? Oké, we komen hier bij een super grote wolfrots of zo. Ik moet hier in gaan staan. En oké. Ik begin helemaal te trillen ineens, joh. Wat gaat er gebeuren? Oké. Hey, we gaan volgens mij level up. Oké. Ik hoop dat de hele tijd zo makkelijk blijft gaan. Maar ik ben er bang voor. En we zijn een level 1 wolf, mensen. Let's go. Oké, en ik moet hierop klikken. Wat doet dit? Ik kan nu kiezen uit 2 power-ups. Of ik word sneller. Of ik kan een geluid kiezen waarmee ik mobs kan wegjagen. Wacht, laat ik nog maar eens heel eventjes kijken. Hoe snel ben ik op dit moment? Oké, ja, dit is echt super sloom. Wolven horen niet zo sloom te zijn. Ik kies voor de snelheid. Oké, en ik heb hier dit in mijn inventory. En wat doet dit? Wow! Oké, daarmee ben ik echt super snel. En bij alle opdrachten die ik voltooi, krijg ik dus deze gekke items. Ik weet niet wat het is. Een shard of zo. En die kan ik dus hier inleveren. En uiteindelijk kan je hiermee, wow, een wolfzwaard maken. Een wolfboog. Nog een beter wolfzwaard. Maar ik ga nu voor de makkelijkste. En dit is dus het goedkoopste wolfzwaard. En kan ik ook andere wolven aanvallen? Weet je wat, dat ga ik niet proberen. Ik ben een van jullie vandaag. Ik moet naar de wolvenruiler lopen, staat in beeld. Oké, laten we dat maar eens even doen. En oké, dit is de wolvenruiler. Wat? Dit is echt de meest gekke villager die ik ooit heb gezien. En ik moet dus met deze tokens gaan ruilen. En wat kan ik daarmee? Oké, iets van 100 van deze wolfcoins krijgen, blijkbaar. En nu zie je dus rechts in mijn beeld dat ik al 100 heb. Maar wat kan ik daarmee? Ik denk dat we daar snel genoeg achter komen. Oh, wacht. Hier hebben we ook een kist. Daarvoor heb ik een sleutel nodig. Die kan ik nu niet openen. Maar kan ik die misschien bij hem kopen? Oh nee, hier in de chat staat dat ik die kan krijgen als ik mobs ga killen. Oké. En dan hebben we hier nog een area. Maar wat kan ik hier doen? Wow, ik heb een teleporteersteen gekregen waarmee ik altijd hier terug kan komen. Oké, dat is wel handig. En nu moet ik naar deze plek toe lopen. Want hier gaat het blijkbaar allemaal starten. Oké. En hiermee kan ik teleporteren naar een random plek in deze wereld. En hier moet ik zoveel mogelijk mobs gaan killen om zo'n sterk mogelijke wolf te worden. En hiermee kan ik altijd weer terug naar de plek waar ik net was. En dit is dus mijn grote vriend. En die komt gewoon lekker mee met mij. Wat fijn. En laten we dit varken maar eens even killen. Hoppakee. We hebben weer 1 coin erbij gekregen. Dat is echt top. Dus ik moet zoveel mogelijk dieren gaan killen. Dat is denk ik de bedoeling. Doei schaap. Sorry. Het spijt me. Ik heb gewoon zoveel mogelijk van deze wolfcoins nodig. Oké? Sorry. Ik kan jullie vertellen mensen. Ik heb al gezien hoe groot de wolf je kan worden in het spel. Misschien denken jullie van, ja Giel, je bent nu een normale wolf, leuk. Maar ik kan echt een super grote gespierde wolf worden. En dat wil ik worden vandaag, want dat lijkt me gewoon echt super vet. Maar eerst moet ik eventjes wat hout hebben, want ik heb dus helemaal geen pickaxe. Hoppakee, ik heb een aantal hout gehakt. Dat kan ik nou hierin doen en dan kan ik nu een mooie crafting table maken zo. Hoppakee. En dan kan ik dit hier even neerzetten, want ik moet echt even een pickaxe hebben. En helaas gaat dat wel een houten pickaxe worden. En daarmee kunnen we natuurlijk een heleboel steen hakken. Om vervolgens met die steen weer een stenen pickaxe te maken. En jullie denken misschien van, Giel, waarom doe je dit allemaal? Nou, ik heb honger. Ik kan niet meer eens rennen. Dus ik moet even een oven maken en daarna al het eten wat ik heb verzameld in de oven doen. Zodat ik ook eventjes wat te eten heb. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. En ik heb genoeg steen, dus ik loop zo snel mogelijk weer terug naar mijn crafting table. Maar zoals jullie zien is dat niet heel erg snel. Dus we maken even een oven. En ik zie hier trouwens ook dat we nog een hele hoop nieuwe power-ups kunnen krijgen. Dus dat is super fijn. En ik moet trouwens niet vergeten om die power-ups ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Oké, ik doe hier mijn eten. Eventjes in met wat hout. En dan ga ik totdat het eten klaar is nog eventjes wat dieren proberen te killen. Alleen dit varken is op dit moment letterlijk sneller dan dat ik ben. En we hebben hier ook een lama. Oeh, dat is een hele gewaagde tegenstander. Die kunnen namelijk terugspugen. Oké. Blijkbaar niet. Maar wat ik ook gewoon kan doen, is zo'n schaap slaan. En dan gaat mijn grote wolvenvriend gaat me gewoon helpen. Kijk, die gaat nu dit schaap killen. Oké, hij doet helemaal niks. Oh, nu wel. Oh nee, ook niet. Oké, deze wolvenvriend van mij, die loopt gewoon lekker met me mee. Dat is het enige wat hij doet. Ook prima. Het eten moet nu toch inmiddels wel klaar zijn. En ja, wat fijn. Oké, ik ga snel eventjes nog wat eten erin doen. En dan ga ik dit eventjes opeten, want ik heb zo'n erg honger. Oké, dit vlees is ook weer lekker gesmolten. Dan, of gebakken. Dat bedoel ik natuurlijk. En dit vlees gooien we er ook weer even in. Ik kan er niet
ieder geval weer rennen, dus ik kom je later voor terug. Ik ga nu nog eventjes wat dieren killen, want ik heb echt veel meer van die coins nodig. Ik wil heel erg graag level up gaan namelijk. Doei kip, doei kip, doei koe, doei koe, doei schaap, doei dochter van de schaap. Ah, dat was heel erg zielig. Doei schaap, dag hoor, doei, doei, doei. Ik ben dus heel erg benieuwd of dat ik meer van die coins krijg van mobs of zo. En ik moet echt niet vergeten dat ik gewoon dit kan doen en super snel vooruit kan teleporteren. Oké, dit vlees is ook... Ja, ik heb wel genoeg eten voor nu. Dit is helemaal prima. Ik neem dit eventjes mee en dan ga ik even naar een donkere plek om te kijken of dat ik al een zombie kan killen. En ik hoop echt dat ik daar sterk genoeg voor ben. En ik zie daar in de verte een cave, dus laten we daar maar gewoon heen gaan. Maar eerst killen we nog heel even een varken. Oh nee, je kan deze cave helemaal niet in. Oh, dat is echt jammer. Is dit dan een cave waar ik in kan? Nee! Oh, maar ik heb hier in de verte wel een village gevonden die je kan looten. Oh, ik ga al dit hooi meenemen. Dan hoef ik eigenlijk nooit meer eten te verzamelen. Oh, en ik moest blijkbaar een hooiblok hakken, want ik heb er 50 coins voor gekregen. Wat? Oh nee, en het begint nacht te worden. En ik weet wat dat betekent. Zombies! En ik ben heel erg benieuwd of dat ik van dat soort mobs extra coins krijg, zoals ik net al zei. Oké, we hebben onze eerste zombie gevonden. En nee, een phantom! Oké, dat ga ik nooit overleven. Ik moet heel erg uitkijken hier in de wildernis. Oké, bam. Hoppa. Bam. Hoppa. Ja, je krijgt er 2 punten voor, maar ik ben wel echt bijna dood. Oké, ik ben weer even teruggeteleporteerd naar deze plek, want het werd iets te gevaarlijk. Ik ben nog niet sterk genoeg. En kijk dan trouwens, dit word ik als ik level 2 ben. Wow, oké, dat moet ik echt worden. Kan ik dat nu al worden? Eens even kijken. Oh, wacht. Ik heb zojuist mijn punten ingeleverd. En als dit ding helemaal vol is, dan word ik dus deze wolf. Oké. Oh jee, en ik heb hier een grot gevonden waar blijkbaar een hele sterke vijand zit. En het zit letterlijk hier op de plek waar ik begon. Maar hier kan ik dus niet heen, want hier moet je de allerbeste wolf voor zijn. Weet je wat? Maakt niet uit. Ik ga gewoon weer terug naar de wildernis, want ik heb echt veel meer punten nodig. En gelukkig staan er hier een hele hoop skeletons. Ik word bijna gekild. Oké, snel terug, snel terug, snel terug. Ik kreeg 5 punten voor een skeleton. Dat is echt niet normaal. Maar laat ik eens eventjes kijken, want oh, hier kan je geen armor maken helaas. Oké, ik ga deze dingen echt opsparen, zodat ik het beste zwaard ooit kan maken. Oh, wat? En ik heb hier een chest gevonden in deze area. En hey, er ligt heel erg veel eten en pijlen. Dat is super chill. Ik ga eventjes in de wildernis wat spinnen zoeken en dan ga ik proberen... Oh, ik heb al een boog. Ik kan er alleen niet zoveel meer mee schieten. Maar ik wil dus een nieuwe boog gaan maken. Kom maar mee, vriend. We gaan weer de wildernis in. Oké, we zijn hier weer. En oké, ik zie daar lava. Dan moeten we voor uitkijken. En laten we maar op zoek gaan naar wat gekke bottenmannen. Zoals de noob het zou zeggen. En oké, ik heb hier dus... Oh, hier een spin. Dit is precies wat we nodig hebben. Top. Ik heb weer 5 van die coins gekregen. En ik heb ook 100 coins gekregen, want ik heb een spin vermoord. En blijkbaar krijg je daar heel erg veel punten voor. Oh nee. Hoppa, die is ook neer. Die heb ik alleen niet zelf gekild. Ah. Oh, hier staat nog een creeper. Ik ga proberen zelf een creeper te killen. En misschien krijg ik dan ook wel een beloning. Oh nee, ik word geraakt door een pijl en boog alweer. Ik ben hier echt nog niet sterk genoeg voor. Ik moet echt evalueren. Oké, snel wat eten, snel wat eten. En oké, laten we deze zombie maar eens eventjes killen zo. Hoppakee. En deze... Oh nee, een baby zombie, een baby zombie. Oh nee. Dit is niet goed. Weg hier. Hoppa, hoppa. Nee! Ik ben dood gegaan. Oh, dit meen je niet. Oh, gelukkig. Ik heb alles nog. Oké, dat is heel erg fijn om te weten, want dat betekent dat ik dus gewoon respawn. En oké, laten we deze punten die ik nu heb ook maar eventjes inleveren. En dat betekent dat we al hier zijn. We hoeven echt nog maar een paar punten en dan zijn we level 2. Oké, we gaan weer snel terug. En we zijn weer op dezelfde plek gekomen. En weet je wat? Ik ga mijn boog maar eens even uittesten, want ik heb echt heel veel pijlen. 11. Ja, dat is best wel veel. Laten we die spin maar eens eventjes pakken. Kom op. Schiet eens raak, Giel. Schiet eens raak. Kom op. Ja, dat was raak. Top. En deze ook. Hoppa. En ik denk dus echt dat ik heel erg snel een creeper moet gaan killen, want als ik dat doe, krijg ik misschien wel weer punten, omdat ik dan voor het eerst een creeper kill. Oké, laten we eens gaan kijken of dat gaat werken. Kom op. Oh nee, ik heb mijn hond geraakt. Nee! Oh, ik ben weer teruggespand. Ik dacht even dat je dood was. Oké, vriend, we gaan weer wat mobs killen, want het is nodig. Het is nodig. Oké, kom op. Ja, oké, deze gaan we ook killen. Kom op. Nee, waarom schiet hij de hele tijd raak? Ik moet er nog steeds die broodjes gaan craften, bedenk ik me nu. Oh jee, we hebben hier weer een skeleton. Hoppa, die is neer. Fantastisch. En hier hebben we nog een spin, die moet ook neer. Dankjewel. En hier hebben we er nog eentje. Doei, spin. Wow, en kijk dan hoe vet het eruit ziet als je springt als een hond. Oké, het begint dag te worden en dat betekent dat we alleen nog maar wat schapen gaan killen. Ja, ik weet het anders ook niet. Maar als het dag is, zijn er nog wel spinnen en creepers als het goed is. Wow, kijk trouwens hoe snel je kan zwemmen als een wolf. Wacht, dit is echt niet normaal. Zo snel kan je als mens echt niet zwemmen, hoor. En ik moet dit ding ook echt veel vaker gaan gebruiken. Maar eerst nog even tijd om wat schapen te killen. Let's go. Oké, we gaan deze dieren nog allemaal eventjes meepakken. Dat is toch telkens weer een puntje per keer. En jij ook. En jij ook. Doei. Oh, en ik heb hier een villager. Sorry, ik moet het proberen. Hoeveel krijg ik als ik jou kill? 1. Ah, dat is jammer. Maar hoeveel krijg je als je een Iron Golem killt? Oké, laten we het gewoon maar gaan proberen. Oh, oh.
Oké, dat was geen goed idee. Oké, we zijn weer terug hier. En ik bedacht me net dat ik toen net hier konijnen aan het killen was. Lopen die konijnen hier nog steeds rond, of niet? Wow, en kijk eens wat ik hier tegenkom. Voor een dier krijg je 1 muntje. Voor een spider krijg je meer muntjes. En voor de Ender Dragon krijg je echt superveel. En een sleutel. Oké, dat hou ik eventjes in gedachten. Kwamen we niet hier vandaan in het begin? Ik zie hier eigenlijk helemaal geen konijnen. Oh, we zijn weer in het wild. Oké. Oh, jawel, er zijn hier wel konijnen. Doei. Konijnen zijn heel snel, dat was ik vergeten. Maar ik ben ook super snel. Oké, niet dus. Er zijn hier wel kippen. Zou ik weer kunnen evalueren? Ik denk het niet. Ik heb nog maar 25 muntjes. En oké, ik ben wel een stukje verder gekomen. Maar ik heb echt nog lang niet genoeg. Dus laten we maar weer wat mobs gaan killen. Ja, er zit niks anders op. Oké, en het is weer nacht, mensen. Dus dat betekent dat er zomaar eens wat meer mobs zouden kunnen zijn. Alleen zie ik ze nog niet. Oh ja, een creeper. Die moet ik echt zelf proberen te killen nu. Kom op. Ja, het is... Oké, ik heb er geen extra dingen voor gekregen. Nee, ook maar 1 muntje. Oké, laat ik gewoon even een hele hoop mobs gaan killen. Oh, en ik heb hier een Enderman gevonden. Die wil ik killen. Of ja, ik weet niet of dat ik dat wil. Maar ik wil even kijken of dat ik er misschien wat van die muntjes van krijg. Nee. Ga neer. Echt, die skeletons zijn zo irritant. Nee. Ik ging weer bijna dood. Oh nee, nog een creeper. Woe. En we hebben alweer 42 punten. 45 nu. En ik merk wel dat het echt super snel gaat als je gewoon een hele hoop mobs killt. Ik wil eigenlijk 100 punten hebben en dan kijken of dat ik kan evalueren. Ik denk het wel, toch? Dat moet wel lukken. En we hebben er bijna 100. Dus even kijken. Ja. 105. Alleen wil ik nog steeds even proberen om die Enderman te killen. Kom op. Ja, het is gelukt. Oké, ik heb er helaas geen extra muntjes voor gekregen. Weet je wat, skeleton? Schiet maar. Dankjewel. Dan kan ik nu weer terug om te evalueren als het goed is. Ik hoop echt dat ik genoeg heb. Bam. Oh nee, dat ben je niet. Ik heb er nu 787 en ik moet er 800. Nou gaan we maar weer terug. Oké, ik ben weer dood gegaan tijdens een mobskillen, maar nu moet ik toch wel genoeg hebben. Ik heb nog 45 muntjes verzameld. Laten we kijken of dat het gaat werken. En ja, het begint helemaal te shaken het beeld. En wat gaat er gebeuren? Oké, ik ga upgraden naar deze wolf. Laten we kijken. En wat? Oké, ik ben echt een beast nu. Oké, ik heb veel meer snelheid, merk ik al. En hoe zie ik eruit? Wat? Dit is ongelofelijk. Kijk maar gaan dan. Ik ben geüpgraded. Oké, en we kunnen hier waarschijnlijk een nieuwe ability uitkiezen. En ik ben heel erg benieuwd wat het wordt. Hiermee kan ik makkelijker mobs aanvallen. En hiermee kan ik ook beter mobs aanvallen. Dus dan is de vraag, gaan we leren om te bijten of leren om te krabben? Ik vind bijten wel veel cooler, dus laten we dat maar doen. En wat doet dit? Dit komt dan in beeld. Ik ben benieuwd of dat dit goed gaat werken. Laten we er maar proberen achter te komen. En laat ik ook maar eens eventjes een hele hoop spullen weg gaan gooien, want ik heb een hele hoop niet meer nodig. En kan ik hier ook dingen neerzetten? Dat zou wel fijn zijn. Kan ik dit hier plaatsen? Nee, dat kan niet. Ik ben nu dus level 2 en ik heb 5000 nodig. Oh jee, dat is echt superveel, maar dan word ik wel deze supercoole wolf. Ik heb het ervoor over, mensen. Ik denk dat we maar eens een hele hoop mobs gaan killen. En nee. Waar is mijn vriend gebleven? Ik ben mijn vriend kwijt. Is hij toen net dood gegaan of zo? Ik ben hier weer in de wildernis. En ik ga heel veel zombies killen, want ik heb dus 5000 punten nodig. Maar laten we onze nieuwe ability maar eens uit gaan testen. Bam! Wow, we hebben hem daarmee gewoon gekilled. Oké, dat is heel erg ziek. Dat kunnen we bij deze ook doen. En hier kan ik blijkbaar mijn spullen wel neergooien, want toen net ging het niet op die andere plek. En ik ga ook eventjes meteen... Oh, deze baby zombie killen natuurlijk. Kom op, ga neer. Dank u. Dan zetten we dit neer, want ik heb hier natuurlijk een heleboel hooi gehakt bij die village nu straks. En daarvan kan ik heel erg veel brood maken als het goed is. En nog meer brood. Hoppakee. En dan ga ik deze rotzooi ook allemaal neergooien. Ja, dat vlees heb ik ook niet echt nodig, hè? Nee. Doei, skeleton. Die ability blijft echt superleuk. En volgens mij ben ik sterker, want ik sla elke mob in 1 hit dood. Oh, wat? En ik heb gunpowder gekregen en daarom 100 coins gekregen. Let's go. Oké, deze mob sla ik niet in 1 hit dood. Dat is dan wel weer raar. Ik heb op dit moment 203 coins, maar ik kwam net ook deze dingen nog tegen in mijn inventory. En daarvan kan ik, als het goed is, een beter zwaard maken. Dus laten we dat maar eens doen. En oh nee, we kunnen alleen nog maar deze maken, maar die is wel een heel stuk beter. Hoeveel attack damage doet deze eigenlijk? 10 attack damage. Oké, nu kunnen we sowieso in 1 klap elke mob killen. Dat is super fijn. En laten we ook maar eens kijken hoe ver dat we komen met 200 coins. Ik ben heel erg benieuwd. En wat? Dat is letterlijk zo'n streepje. Oh nee, we hebben nog zoveel werk aan de winkel. Laten we maar weer wat mobs gaan killen. Kijk, en ik kan ze allemaal in 1 klap neerslaan. Dit is top. Geen mob is nog partij voor mij. Hoppakee. Hey, en een heks. Oh, misschien krijgen we daar weer extra muntjes voor. Bam. Nee, helaas. Oké, ik heb weer 144 punten.
schiet het iets op überhaupt? Nee, echt helemaal niks. Niet eens een klein streepje. Wat? Maar ik heb wel deze sleutel gekregen. Oké, laten we maar kijken wat erin zit. Bam, wat komt eruit? Krijgen we iets? Een jukebox? Wat moet ik met een jukebox? Hier heb ik toch helemaal niks aan. Mensen, ik ben een hele tijd verder en ik heb 2000 coins. Hoeveel gaat dat doen met mijn progressie? Jeetje, is dit echt alles? Oh, dit is echt alles. Oh nee. Ik heb nog maar 2348 verzameld. Echt, voor jullie lijkt het of dat het heel erg snel is gegaan. Maar ik heb echt super lang zombies gekild. Dus ik kan jullie vertellen, dit heeft heel erg lang geduurd. Maar laten we maar weer verder gaan. Yes! Ik kom wel gewoon bij jullie terug als ik genoeg heb. Oké, ik weet niet of dat ik er nu genoeg heb. Klik. Hoppakee. En zijn dit er genoeg? Nee, dit zijn er nog niet genoeg. Of wel? Wel! Yes! Eindelijk! Ik ga een grotere wolf worden. Hoe gaat dit eruit zien? Hoe gaat dit eruit zien? Ik ben oprecht super benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Oké, laten we kijken en... Oké! Super gangster. Ik kan rechtop staan. Ik ben echt een soort van weerwolf nu of zo. Kijk dan, dit ziet er wel echt super cool uit. Oké, maar we moeten natuurlijk ook een nieuwe ability hebben. En ik heb deze al bekeken, maar deze lijkt me het beste. Want deze geeft mij en mijn wolfpack meer power. En ik zit nou te denken, waarom heb ik nog geen enkele hond getemd? Er zijn hier zoveel honden. Oké, laten we eens kijken wat er gebeurt. En oké. Dit is denk ik heel nice. Dan heb ik meer strength of zo. We gaan dit natuurlijk dadelijk uittesten. Kijk trouwens ook eens eventjes hoeveel hartjes ik nu heb. Ik denk dat ik niet zo snel me dood gaan nu. Oké, en ik heb weer van deze extra dingen. Dat betekent dat ik gewoon een extra zwaard kan maken als het goed is. Kunnen we deze maken? Ja, die kunnen we maken! 15 attack damage! Oh, dit is echt super ziek. Maar straks wil ik natuurlijk ook deze bow gaan kopen. Omdat het dus blijkbaar belangrijk is dat ik een wolfpack moet creëren, ga ik eventjes wat honden temmen. Ik moet gewoon zoveel mogelijk honden hebben, zodat ik zo sterk mogelijk word. En zullen er hier misschien nog wat honden zijn of zo? Ik hoop het in ieder geval heel erg. Oké, hier hebben we er nog eentje. Kom jij ook maar mee. En hier zijn er nog meer. Top, top, top. Oké, die hebben we nu ook. Ja, deze wil ik. En oh, een kleine. Oké, die wil ik ook wel. Kom op, kom op. Ja, oké. Die hoort ook bij mij nu. En hier zit er nog één. Hey, let's go. Nu hebben we echt een hele roedel aan wolven hier zo. Zo noem je dat volgens mij. Ja, kijk eens even. Helemaal top. Hoeveel hebben we nu eigenlijk nodig om level up te gaan? 10.000? Wat? Oké, nou ja, weet je wat? We gaan maar weer eventjes wat mobs killen. Ik ben heel erg benieuwd hoe goed we nu mobs kunnen aanvallen. En ik val in het water. Dat was niet zo handig van mij. Oké, we gaan deze killen, we gaan deze killen. Ja, daar krijg je natuurlijk maar één muntje voor. We willen even het echte werk hebben, oké? En ik wil dit natuurlijk eventjes gaan uittesten met mijn roedel. Eens even kijken. Bam! Oké, nu is iedereen in één keer supersterk, denk ik. Kijk dan! Ze vallen deze creeper voor mij aan of dat er niks is. Wat goed zeg. En hond, ik heb jou misschien per ongeluk laten zitten, maar je mag gewoon meekomen. Oké, en hier hebben we nog een zombie. En wat gebeurt als ik nu zo sla... Oké, fantastisch. Au, 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 dat deed pijn. Oké, ik wil deze creeper even killen en deze skeleton. Bam! Ook. Oh, en dan ben ik bang dat we nog wel een tijdje bezig zijn. Een heel lang tijdje om precies te zijn. Maar gelukkig heb ik nu wel een hele hoop honden die me mee gaan helpen. Dus dat scheelt. Dankjewel jongens. Zoals jullie in mijn beeld kunnen zien heb ik 10.524 coins. Ik was de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar nu kunnen we hier dus een boog kopen. En hier als het goed is ook de betere boog. En de nog betere boog. En ik weet niet zo goed wat ik hiermee kan. Maar oké, die schiet heel erg goed. Ik ga dadelijk upgraden. Maar eerst wil ik natuurlijk eventjes deze boog gaan uittesten. Bam! Hoppak, oké, one shot. En hoe werkt dat dan met de creeper? Laten we dat ook even testen. Kablam! Oké, ik heb er wel genoeg van gezien, jongens. Ik heb echt heel erg veel zin om te upgraden. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Bam! Hoppakee. En gaat het beeld weer een beetje trillen? Ja, ja, ja. Hoe gaan we eruit zien, jongens? Ik ben echt ontzettend benieuwd. Oké. En kijk dan! Wat? Dit is de meest gespierde hond die ik ooit heb gezien. Of ja, ik heb eigenlijk nog nooit een gespierde hond gezien. En kijk ook eens eventjes hoe ongelooflijk veel hartjes wij nu hebben. Sorry honden. Oh nee, dit is juist goed. Kijk dan jongens, dit is niet normaal. Kijk hoe groot ik ben. Kijk dan, wow. Maar jongens, dit betekent dat we nu deze arena in kunnen, waar we kunnen vechten tegen blijkbaar de allerbeste. Oh, wat? Dit is blijkbaar de beste hond. Wat? Kom op, dit is de... Oh, wacht, dat is de beste hond. Nee, dit is echt niet normaal. Wacht. Ik ga hem killen. Ik ga hem killen. Kom op, dit moet lukken, dit moet lukken, dit moet... Ja, het is gelukt! We hebben de eindbaas verslagen, let's go! Klik zeker even hier voor nog een superleuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei!